je nou denken, Hannemel, wat zie je er moe uit in deze video? Dat klopt, want het is momenteel 11:30 en ik ben ontzettend moe. En ik kom net van een lange dag school. Maar ik heb momenteel geen weekend meer, dan zit ik ook op school. Dus ik moet het nu wel opnemen. En mocht je nou denken, wauw, Noël, wat heb je veel aandacht aan je haar besteed? Dat klopt, dat is alleen omdat ik het al de hele tijd niet meer heb kunnen verven. Omdat ik het serieus zo druk heb dat ik het niet meer kan verven. En dat betekent dat ik het druk heb, want ik heb nog wel eens mijn haar geverfd. 'S Nachts, dus ja. Ik kreeg dus pas dit pakketje binnen en hier gaat deze video dus om. Ik heb hem al wel opengemaakt, sorry daarvoor. Maar ik heb hem daarna weer meteen dicht gedaan, omdat ik een unboxing video wou maken. Maar ik kon aan de buitenkant niet zien van welk bedrijf het was. Maar dit is dus het pakketje van www.goedkopesieraden.net. En ja, dit is mij gratis toegestuurd, mochten jullie het afvragen. En er zit een winactie aan verbonden en dat ga ik jullie aan het eind van deze video vertellen en uitleggen. En laten weten hoe jullie mee kunnen doen. Maar eerst ga ik jullie laten zien wat ik op deze webshop heb uitgezocht. Oeh, bubbeltjes plastic. Je weet dat het een goede unboxing is als er bubbeltjes plastic in zit. Nou, ik heb hem even open gemaakt voor jullie en ook even bubbeltjes plastic. En dan zie ik allemaal sieraden liggen. En ik zie hier zo ook een extra met heel veel achterkantjes. Allemaal van doorzichtige achterkantjes. Dus dat is wel super chill, mocht je ze kwijtraken. Heb je er nog heel veel? Nou, als eerste zie je hier zo, dit is die earcuff, soort van, nee niet echt, ik weet niet hoe dit heet, dit hang je aan je oor. Oh, ik vind hem wel heel cool. Ik weet niet of ik dit nou wel zo vaak zou dragen, maar ik vind het wel echt heel erg tof uitzien. Trouwens, al deze sieraden, zoals de naam eigenlijk al zegt, zijn echt super goedkoop. Het duurste volgens mij wat hierin zit is 4 euro en de rest is 1, 2 en 3 euro. En ze hebben ook echt heel veel voor 1 euro. Dus ja, het is heel erg betaalbaar. Ik ben heel erg benieuwd of ik dit ga dragen. Maar ik vind het in ieder geval heel erg vet. Ik weet nog niet hoe ik dit zou combineren of iets. Maar ja, heel erg tof. Vooral met die turquoise schedeltjes. Dat is echt mijn ding. Je moet er heel erg van houden. Maar ik vind dat heel stoer staan. Dan... Oh ja, dan heb ik die... Ik ben de naam kwijt. Die oorbellen die nou gewoon echt super in zijn. Alleen dit is dan een hele goedkoop versie. Volgens mij zijn deze 1,50. Maar dat is dat je het kleine balletje voor hebt en het grote balletje achter. En ik weet het niet. Ik vind het wel leuk. Ik moet het gewoon even proberen of dit iets voor mij is, ja of nee. En ik vond deze heel erg cool, want het is wit met zwart gemengd. Dus niet heel standaard. Niet standaard wit of standaard zwart. Dus dat vond ik er heel cool aan. En ja, ik ben benieuwd om deze in mijn oren te zien. En deze waren dus volgens mij 1,50, maar pin me er niet op vast. Dan zie ik hier zo hele groene blingy blingy oorbellen. Ik kan deze niet herinneren dat ik deze heb uitgezocht. Zo, op het eerste gezicht is dit niet echt mijn smaak. Maar ze zijn wel heel mooi. Heel gedetailleerd. Ja, ik weet niet of ik dit zou dragen. Misschien wel eigenlijk. Ik weet het niet. Ik vind ze in ieder geval wel echt heel erg mooi. Maar ik kan niet echt pinnen of dit mijn smaak nou wel is, ja of nee. Misschien als ik fancy uit eten ga of zo, dan zou ik zoiets in doen. Maar ja, het zijn dus, het zijn dus groene oorbellen met goud en witte steentjes nog. Ja, ik vind ze wel heel erg mooi. Heel gedetailleerd voor het geld. Dus volgens mij zijn deze 2 à 3 euro. Maar ze zijn wel echt heel mooi afgewerkt. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik weet alleen niet of ik ze zou dragen. Maar ja, weet je, als ik ze dan niet zou dragen, dan zou ik ze cadeau doen aan een vriendin van me. Dus ze vinden sowieso een goed huis. Oeh, hier zo zie ik hetgene waar ik echt het meest naar uitkeek. Dit is het duurste item volgens mij, wat ertussen zit. En dit is ook echt een nerd item. Sorry daarvoor. Maar dit is dus de ketting van Hermeline. Die ze gebruikt om door de tijd heen te reizen. Eigenlijk moet ze hem gebruiken voor de lessen. Maar ze gebruikt hem om Sirius Black samen met Harry en Ron vrij te maken. En ja, toen ik hem zag, toen kwam de nerd in mij naar boven. En ik moest hem gewoon hebben. En deze was het duurste. Deze was 4 euro volgens mij. Maar hij is zo cool. Hij kan ook bewegen zoals je al ziet. Ah, ik ben hier blij mee. En er staan ook allemaal letters in. Nor have yet outrun the sun.
nou ja, eens even kijken. I mark the hours every one. Ja, er staat dus een soort van gedicht op, volgens mij, als je alles goed achter elkaar opleest. Maar in ieder geval super vet. En ik denk dat ik deze best wel wat ga dragen. Dan zie ik weer hele opvallende oorbellen. Ik was wel echt in opvallende oorbellen bij, hoor, toen ik deze bestelling plaatste. Oh, deze zijn wel veel langer dan wat ik had verwacht. Oh, maar ik vind ze wel heel mooi. Oh, kijk dan. Heel mooi. Wel echt super lang. Maar ja, ik heb nu ook een lange oorbellen in, dus ik hou er wel van, hoor. Oeh, mooi. Ze zijn goud met allemaal pastelkleurtjes. Groen, blauw, een beetje beige en wit. Mooi. Heel mooi. Ja, deze vind ik mooi. Deze ga ik sowieso veel dragen. Ook denk ik wel naar fancy gelegenheden. Of wanneer ik me gewoon fancy voel, want je hebt geen fancy gelegenheid nodig om er mooi uit te zien, vind ik dan maar zo. Dan heb ik hier wat subtielere oorbelletjes. Trouwens, in de plasticjes waarin ze zitten, zitten ook al achterkantjes. Dus je hebt echt superveel achterkantjes die je erbij krijgt. Nou ja, kun je in ieder geval ze altijd goed vastmaken, joh. En deze wat zijn wat subtieler. Ook heel mooi. Ja, daarom kies ik ze ook uit, want ik kies ze zelf natuurlijk. Deze zijn best wel subtiel, maar toch goed aanwezig. Een wit steentje met wat grijze, ja, grijze-zwartige steentjes. Heel mooi, heel lief. Ja, zijn ook goed gekeurd. Ook, ben er wel echt heel erg blij mee. Ik voel me echt net een kind in de speeltuin. En dan als laatste nog een paar best wel opvallende oorbellen. En dat zijn deze. Heel mooi. Lila met zilveren steentjes. Super tof. Misschien niet het mooiste bij mijn haar, maar een beetje een scheid. Als ik ze mooi vind, dan draag ik ze gewoon lekker. Maar ik vind ze echt heel cool. Heel mooi. Ja. Oh, ik ben er echt zo blij mee. Dit is niet omdat, weet je, ik geef alsnog eerlijk mijn mening. Want bijvoorbeeld deze groene zou ik misschien niet zo snel indoen, maar ze zijn wel echt heel erg mooi gemaakt. Vooral als je kijkt naar hoeveel ze voor de sieraden vragen. Dus. En ik wil wel dat jullie onthouden, ook al is bijvoorbeeld dit mij gratis toegestuurd, ik geef alsnog wel echt mijn eerlijke mening. Want ja, het is natuurlijk super tof dat ik dit naar me toe krijg gestuurd, maar dat is toch dankzij jullie. Dus ik zou jullie niet voorliegen in die zin. Maar voor het gedeelte wat natuurlijk echt super leuk is voor jullie, hebben ze ook een winactie voor jullie geregeld. En er zitten een paar regeltjes aan. Ik mag een tegoedbon weggeven van 10 euro. Dus mag je voor 10 euro uitzoeken op deze webshop. Nou, daar kun je best wel wat voor krijgen, aangezien de prijzen best wel laag zijn. Dus, wat jij moet doen is alleen geabonneerd zijn op dit kanaal. En in de reacties laat je een reactie achter met wat jij het leukste sieraad vond, wat ik heb ontvangen. En dan je e-mailadres erbij. En dan gaat het bedrijf er iemand uitkiezen. En ik weet niet of ik jullie dan zelf mag mailen of dat hun jullie mailen. Maar in ieder geval krijg je dan waarschijnlijk een mailtje of van hun of van mij dat je hebt gewonnen met de tegoedbon van 10 euro. En ook zijn ze zo vriendelijk om een kortingscode eruit te gooien van 10% tot en met de 15e. En dat is met de code NVD, dus mijn beginletters, NVD10. En dan krijg je dus 10% korting op je bestelling. En ja, weet je, die oorbellen kosten al echt gewoon niks. Dus het is, sommige zijn echt 1 euro. Dus ja, 10% korting, hè. Is altijd leuk meegenomen. Ik zal alles wat ik heb gezegd en de linkjes naar de spulletjes en de winactie en 10% korting hier zo in de beschrijving zetten. Dus wil je het nog even rustig nalezen, dan kan dat hier zo beneden. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat een duimpje achter. Vergeet niet te abonneren, dat is hier beneden. Is maar 1 druk op de knop, helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon op de hoogte van wat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doei!